De jongerenorganisatie iSpeak heeft zaterdagmiddag samen met het Nationale Nierdialyse Centrum van Suriname, NNC, een informatie- en bewustwordingsdag voor jongeren georganiseerd in Stubila. iSpeak heeft het NNC benaderd omdat de organisatie had vernomen dat meer en meer jongeren dialyseren. De jongeren zijn door het NNC bewust gemaakt van een gezonde leefstijl. NNC was met verschillende specialisten aanwezig. Vernon Koffie, voorzitter van iSpeak, hoopt dat de jongeren en de aanwezigen de informatie tot zich hebben genomen en het tot hun levensstijl maken. Volgens Simone Amataram, medewerker van het NNC, telt Suriname al meer dan 750 dialysepatiënten. En dat is heel veel. Dus, boodschap wat ik naar jullie toe wil overbrengen is dat dialyse een ieder kan overkomen. Daarom zijn wij, het NNC-team, wij zijn hier om de oorzaken op te sporen. Laat je dus meten, want meten is weten en natuurlijk voorkomen is beter dan genezen. En het ergste gevolg van nierziekte, het hebben van nierziekte is natuurlijk dialyse. En dat doen wij, de mensen van het NNC. Wij dialyseren als het ware de mensen. Natuurlijk, dialyse is ook al niet een iets prettigs. Dialyse is absoluut niet prettig. Laat me afvast bij de mannen bijvoorbeeld. Als ze dialyseren, als ze lijden aan nierinsufficiëntie, hebben ze ook libidoverlies. En bij de vrouwen onvruchtbaarheid. Dus mensen denkatori. Tijdens de infodag zijn er verschillende metingen gedaan, zoals de bloeddruk, suiker en het gewicht. Het belangrijkste advies dat de jongeren en aanwezigen meekregen van Claudia Altenberg, vertegenwoordiger van de districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest, is dat zij moeten letten op wat ze eten en dat ze het liefst meer moeten bewegen. Ik wil u vragen als jongeren, als wij elke dag op iedereen een plant, een fruit, dan hebben we vruchten in de buurt, dat kunnen we delen. Als jij sinaas hebt en ik pomerak, dan neem jij pomerak en jij sinaas, dan liepen we gezond. Dus ik wil u vragen als jongeren, nemen jullie dit mee? Ik denk dat er ook mensen zijn van de scholen in de buurt. Milo Latour, LBGO, Hockeystraat. Neemt u het mee naar school. Vertelt u de anderen ook. Toch? Dat er een infodag ook op Latour was. En dat ze in het vervolg ook gehoor geven. Wat u meeneemt vandaag, vertelt u het in de klas. Vertelt u thuis, let u op de rest van de familie ook. Dus graag bewegen jongeren, dat verzoek ik u. Claudia Altenberg, vertegenwoordiger van de districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest. Zij sprak afgelopen zaterdag tijdens de informatie- en bewustwordingsdag over het dialyseren. Deze dag is georganiseerd door de jongerenorganisatie iSpeak in samenwerking met het Nierdialysecentrum van Suriname.